Ja, ja, ja. Ja. Au. Oh, kut. Ik stoot er zo op. Oh, ik was te laat met lobbykies in. Oh. Fucking homo. 3, 2, 1. Ah, godver. Rika. Oké, ik ga nu optellen. 3, 2, 1. Hey kijkers van Gamepot, ik zou welkom bij weer een nieuwe video. En we moeten eventjes wat aan jullie uit gaan leggen. Ik ben hier vandaag samen met Ties, zoals je kan zien. Yay. Hij staat hier voor me. Wij willen wat gaan doen. En dat is een soort van Ties tegen Gio. En ja, Ties, leg jij het maar uit. Nou ja, we gaan dus met twee afleveringen doen van ja, Ties versus Gio, zeg maar. De eerste aflevering is dus op Gio's kanaal, daar kijk je nu naar. Yep. En ja, morgen komt dan de video op mijn kanaal, dat is dan zeg maar een soort van de finale. En de winnaar of de verliezer van, want we gaan per aflevering 3 potjes Spleef doen. En de verliezer ervan, die moet een Minecraft account weggeven. Ja, dus dat is kut voor ons natuurlijk, want het kost ons weer geld. Ja. Hebben we wel voor jullie over, maar dat is natuurlijk leuk voor jullie. Dus je hoeft niet te gaan spammen van ik wil een Minecraft account, dat komt allemaal pas later natuurlijk. Wij gaan een potje Spleef joinen dus en daarom... Godverdomme. Wat heb jij vriend? Oké. Volgens mij ben je fucking zenuwachtig, hè? Nee. Oké, dan komt ie. Wij gaan een potje Spleef joinen dus tot zo. Oké, nou, het potje gaat dus binnen 8 seconden beginnen. Dus ik hoop dat dat allemaal een beetje duidelijk is voor jullie. En hier staat Enzo Knol. Maar, oké, 3, 2, 1. En oké, Ties, succes, jongen. Oh, je we kan, kunnen... Ja, je kan straks op blokken breken. Blokken breken. Oh god, het is hier zo druk! Oh, dit is maar één laag! Fuck mijn leven! Ben je nu al dood? Nee. Oh, kut. Eigenlijk moet ik natuurlijk op jou fik. Oh, shit. Ja, pech gehad. Ik moet geen duels aangaan met iemand eigenlijk. Oh shit, oh, ik blijf gewoon lekker rondjes. Ja, ik heb een kill. Ja, maar kills maken niet uit. Nee, klopt. Dat het gaat om wie als laatste doodgaat. Oh, dit is zo spannend! slaan we dan. Oh nee, kom ik trill helemaal. Oh, het is de laatste 4 nog. Oh god, dadelijk win hem ook nog. Oh, dat zou wel chill zijn. Nee! Yes! 1-0 voor mij, 1-0 voor mij, 1-0 voor mij, dan moet ik nog even doorgaan. Fuck. Ja. Oh. Wie wint hem, jongen? Wie wint hem? Fuck. Nou, het staat dus 1-0 voor mij. En wij zien jullie in het volgende potje. Oké, het potje gaat nu dus in 5 seconden beginnen. En het staat dus nu 1-0 voor mij. Om er even lekker te verduidelijken. Fuck you. Fuck you, ja, dankjewel. Ik zie jou daar. Eigenlijk moet ik gelijk... Ik ga gewoon op jou fixen. Nee, ga weg! Oh shit, hey, kijk hier achter je staan. Oh kut. Nee, oh my god. Waar ben jij? Oh ja, kom hier achter. Weet het zeker. Nieuw. 2-0, voor ik opstaan. Nee! Oh, en Gio heeft een 2-0. Kom op. Wacht. Ik ben er al beter in. Wat ben je aan het doen? Oh kut, fuck. Shit. Nou, het staat 2-0 dus. Holy shit, jongens, dit gaat snel. 2-0 voor mij en wij gaan nu dus naar de 3-0 of de 2-1. Ik heb in ieder geval uit deze 3 gewonnen. Maar we zien jullie in het volgende potje bij Mr. Ties en Chill. Lekker. Oké, het potje gaat binnen 5 seconden beginnen. En het is de laatste dus. Het kan dus 2-1 worden of 3-0. En het is weer dezelfde map. Het zijn wel vaak verschillende maps trouwens. Alleen het is nu allemaal dezelfde maps. Ook misschien wel weer eerlijk natuurlijk. Want dan kan je een beetje inspelen op elkaar. En ik heb gelijk een kill. Oh mijn god. Ties, ga je het nu wel redden, jongen? Ik weet niet. Ik zie je lopen. Er loopt iemand achter je. Kijk uit. In een gum of zo. Ik zal proberen te nakken voor je. Nee, jij wil mij gewoon nakken. Kijk hem achter me aanlopen als een rupsje. Oh shit, ik loop maar gewoon een beetje rond, weet je. Ik wacht totdat er iemand op mij afkomt. Kom maar jongen. Oh. Oh, die laggende poppetjes zijn zo irritant, hè. Oh my god. Ja, weer een kill. En weer... Oh, kut, nee, shit. Ja! Oh nee! Lekker, jongen. Oh fuck, ik killde iemand en hij killde mij ook direct. Fuck. Nou, in ieder geval, het staat dus nu 2-1. Ga maar alvast sparen. Het staat 2-1.
En nou ja, de volgende aflevering is dus, oftewel de finale, wie er gaat winnen, is dus te zien op Teach Games. Staat 2-1 voor mij, ik sta voor. We hebben nog 3 potjes, dus het kan nog 4-2 worden of 5. Nou, dat zijn heel veel mogelijkheden natuurlijk. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Abonneer op Teach Games. Het linkje van zijn video zal in de beschrijving staan zodra die online staat. En ik zeg later.